ik heb hier een mooie klok. Ja? En dan weet u vast al wat ik ga vragen. Ik zal niet weten. Nou, aankomend weekend gaat er iets gebeuren. Ja, precies. En dat heeft met de tijd te maken. Ja. Met het voorjaar, hè? Ja. Wordt de klok verzet een uur. Precies. En gaat hij dan achteruit of gaat hij vooruit? Ja, vooruit. Vooruit. Dus stel het is nu 3 uur. Ja. Dan wordt het 4 uur. Nou, vooruit, ja. Ja. Volgende week, dan is het zomertijd. Ja. En sommige mensen weten dan niet of de klok een uur vooruit of achteruit gaat. Voor in het jaar gaat hij vooruit, achter in het jaar gaat hij achteruit. Kijk eens aan. En wat vindt u van de zomertijd? Nou, ik vind het altijd wel prettig. Ja, ik vind het zelf prettig. Goeie zaak. Ja, ja. Ik zelf wel. Ja, ik heb er ook geen last van of zo. Nee. Maar ik vind gewoon dat het langer licht is, 's avonds en zo, dat vind ik gewoon prettig. Ja, dat is het voordeel van de zomertijd, hè? Ja, precies. Dus hij hoeft niet afgeschaft te worden? Voor mij niet. Nee, voor mij hoeft het niet. Nou, het is 5 over 12. Wat het kabinet gaat doen. Oh, want dat klinkt heel dramatisch. Wat bedoelt u precies? Nou, het is nog niet dramatisch, maar ik denk als D66 vasthoudt aan de stikstof, want afspraak is afspraak. Ja? Zoals mevrouw Kaag heeft gezegd, ik dacht gisteren op het nieuws, dan denk ik wel dat het kabinet gaat klappen. Wat dat betreft is het volgens u 5 over 12. Ja. Maar nu aankomend weekend, dan staat gaat er iets anders klok te gebeuren. Gaat de klok vooruit, hè? Gaat de klok vooruit of achteruit? Want sommige vooruit. Mensen twijfelen. Een uur vooruit. Vooruit. En dat heeft te maken met de zomertijd, hè? Ja. 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 Volgende week? Ja, volgende week, want dan gaat de zomertijd in. Och, dat is ook zo. Ja, daar heeft u misschien nog niet helemaal aan gedacht. Heb ik nog niet aan gedacht, maar nee. Dat doen wij vandaag voor u. In het voorjaar gaat de klok vooruit. Helemaal goed. En in het najaar gaat hij achteruit. Nou, dan denk ik dat ik hem goed heb. Ja, u heeft het al om 2 uur gezet. Ja, dan gaat u dus vooruit naar 3 uur, toch? Ja, heel goed. Nou, yes. Nou, en heeft u bezwaar tegen de zomertijd? Goh, dat is een tijd, lang geleden dat ik daarover na heb gedacht. Het is wel altijd even wennen. En ik heb me wel eens afgevraagd of het echt nodig is. Ja. Nou ja, er zijn een aantal redenen voor aan te voeren. Ja. En deels heeft dat met de energiebesparing te maken. Ja. Maar ook met het feit dat het 's avonds een uur langer licht met is. Met het zonlicht, ja. Ja, 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 dat is mooi meegenomen natuurlijk. Dat is zeker mooi meegenomen. Maar wat mij betreft hebben we altijd zomertijd. Ook. Wat vindt u van de zomertijd? Moet die blijven of moet die worden afgeschaft? Ik denk dat het maar afgeschaft moet worden. Want ik vind het maar flauwekul. Ja, en waarom vindt u het flauwekul? Moeders met kleine babytjes, die hebben er last van. Tijdverschil. Dus, verder, ja. Nou ja, ik heb altijd gezegd, ik vind maar flauwekul hoeft niet. Oké, nou, u heeft helder uw mening geformuleerd. Wat denk jij? Ja, hij gaat weer naar voren. Hij wordt 1 uur vooruitgezet. En dan is het 's avonds 1 uur langer licht, hè? Wat vind je van de zomertijd? Vind je dat een goede zaak? Ja, zomertijd vind ik wel fijn. Want dan is het ook niet zo donker in de ochtend en zo. Ja. S'morgens is het nog in het begin een beetje donker. Maar 's avonds is het lekker lang licht. Hè? Ja. Hoeft niet afgeschaft te worden wat jou betreft. Nee, dat hoeft niet. De tijd, het gaat gebeuren aankomend weekend. Je zegt het. Ja, ik ga op vakantie. Maar de tijd, daar gebeurt iets mee aankomend weekend. Ja, dat was nog niet tot mij doorgedrongen. Een uurtje minder zuipen. Ja, een uurtje minder zuipen, maar de zomertijd gaat in, hè? Ja. En wat gebeurt er dan? Daar gaat de klok vooruit. Nou, stel. Want moet die dan afgeschaft worden? Ik blijf een beetje neutraal in. Heeft u problemen met de zomertijd? Nee, absoluut niet. Ja, maar sommige mensen zijn daar of heel neutraal in, of vinden dat die afgeschaft moet worden. Och nee, daar heb ik geen probleem mee. Nee. Dan moet je eventjes aan wennen, 1 of 2 nachtjes. En, ja, zo werkt het voor mij tenminste, hoor. Of zo. Nee, ik vind lange avonden heerlijk. Dus de zomertijd mag blijven wat u betreft? Van mij persoonlijk mag die blijven, ja. Laatste zondag van oktober, dan gaat hij weer 1 uur terug. Wat vindt u van de zomertijd? Ik vind het prachtig. Ja, ik vind het wel happy dat het is overdag wat lichter. Maar ja, goed, sommige mensen die namelijk met een probleem hebben, wat het gestel, is vaak moeilijker. De beesten. Ja, zeg het maar. Maar u ziet er geen nadelen in ieder geval? Ik zie er geen nadelen in. En moet de zomertijd dan afgeschaft worden van u?
Nee, voor mij hoeft het niet. De winterthema gaat geschrapt worden. De winterthema gaat geschrapt worden. Ja, ja. Oh, dus je wilt dan altijd de zomertijd altijd hebben? Altijd zomer hebben. Ja, zo kun je het ook bekijken. Ja, ja. Wat gebeurt er met de tijd? Gaat hij een uur vooruit of gaat hij een uur achteruit? Dat zie ik morgen wel weer. Dat zie je morgen wel weer. Leven met de tijd. Oké. Okay. Maar even serieus, wat vind je van de zomertijd? Op zich? Nou, ze moeten doen wat het handigste is. Ik heb er op dit moment helemaal niet over nagedacht. Ik denk over hele andere dingen na. En dan één keer een goede beslissing nemen, zoals meer dingen in Nederland. En daaraan vasthouden. Uiteindelijk, nu maakt het niet zo'n groot verschil, maar in het najaar vind ik het verschil groter, ja. Ja. Want dan kun je nog een uurtje langer buiten zitten. Nou, bijvoorbeeld, ja. 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 Vindt u dat die afgeschaft moet worden? Van mij hoeft die niet. Hij mag best afgeschaft worden, ja. Precies. Dus dan blijft alles zoals het is? Ja. En dan moeten we maar leren leven met de seizoenen? Ja, kan niet moeilijk zijn, toch?